De opening van het schooljaar 2012-2013 was voor één best basisschool Sint-Josef in Nederwetten een heel bijzondere. Want die vond plaats in een spiksplinternieuw gebouw. Op de parkeerplaats bij de sportterreinen, waar 6 weken geleden nog het noodgebouw stond, verzamelden zich de 39 leerlingen en hun ouders, de 5 leerkrachten en enkele genodigden voor een wandeling naar het nieuwe gebouw aan de koppel 5. Gemeente Nuenen, de Eénbes, de mensen van het dorp, dorpsbelangen, IDOP, allemaal hartelijk bedankt. Maar ik wil vooral eventjes de teamleden bedanken. Die hebben ontzettend hard gewerkt in de vakantie. Dus voordat ik met het officiële gedeelte begin, wil ik voor hun een heel groot applaus. Teamleden, dankjewel. Jeugdburgemeester Judy de Grote en oud-directeur Peter van den Berg onthulden het nieuwe logo van de school. Voor alle leerlingen geldt dat jullie de school pas in kunnen op het moment dat Judy de bel heeft geluid. Is hij open? Daar gaat hij! Mag ik de sleutel? Even nog niet, hè? Even nog niet. Kevin! Ga maar naar achteren, een stukje naar achteren. Goedemorgen, goedemorgen allemaal. De school gaat weer beginnen. Kom allemaal naar binnen. Goedemorgen, goedemorgen, goedemorgen allemaal. Jij bent de jeugdburgemeester. Hoe is het om als leerling van deze school zelf de opening te kunnen verrichten van de nieuwe school? Leuk. Leuk. Ja, het is een gedeeltelijk een werkvakantie geweest. En het is wel heel mooi dat de mensen daar allemaal toe bereid zijn. Dat is echt heel mooi. En iedereen doet het op zijn eigen tijd en in zijn eigen tempo. Maar iedereen is gewoon bezig om de school klaar te krijgen voor deze dag. Dus dat is een heel fijn gevoel. Je merkt dan wel dat je gewoon een klein team hebt. Heel veel mensen hebben ook aangeboden om te helpen, maar dat is het moeilijke met materialen. Je moet het toch zelf weg gaan zetten. Dus dat hebben we gewoon met z'n 5 gedaan. En dat is een heel fijn gevoel dat je dat op die manier met 5 mensen kan doen. En de trots overheerst waarschijnlijk? De trots overheerst. Hoe belangrijk is de ingebruikname van de nieuwe Sint-Josefschool in Nederwetten voor het kerkdorp Nederwetten? Ik denk dat het voor de leefbaarheid van deze kern essentieel is. Kijk, ze hadden hier een school, die was slecht, daar kunnen we heel eerlijk over zijn. Ouders twijfelden eraan of ze hun kinderen hier op school zouden willen laten, om die reden. En ik denk dat het voor de leefbaarheid en daarmee de aantrekkelijkheid van het dorp om hier te willen wonen en te blijven wonen, essentieel is. Dus we zijn ook heel blij dat ondanks het feit dat de school heel klein is, dat ze toch in een nieuw gebouw zitten met de uitstraling. En ik hoop ook dat het feit dat er een nieuw gebouw is, een heleboel ouders die misschien hun kinderen hier nog niet op school hebben, nu zeggen van nou, laat ik eens gaan kijken en wie weet. De school verdient het in ieder geval. Op 31 augustus wordt de multifunctionele accommodatie aan de koppel 5, waar basisschool Sint-Josef en ook dorpshuis De Koppelaar deel van uitmaken, officieel geopend. Ja.